Hallo ananasjes. Nou, oké, hallo, hoi. Welkom weer bij een nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog en ik ben heel hyper. En ik ben het al een tijdje, dus ik ben straks heel moe. Ik begin nu al een beetje moe te worden. Maar ik heb heel veel energie uit mij gehaald. Dus ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik ga eens even wat vertellen. Ik kwam gisteren terug van Zwitserland en dat is super chill. Want dan heb je 2 weken geen zakgeld gehad van mijn moeder. Want ik was met mijn vader. Mijn ouders zijn gescheiden. En ik was met mijn vader naar Zwitserland. En ik had dus 2 weken geen zakgeld van mijn moeder gehad. Dus ik had eindelijk weer geld. Dus ik ging shoppen. Dus ik had heel erg veel plezier. Dus ik heb vandaag een shoplog. Ja, ik ging dus naar de Kruidvat. Ik zat al in Zwitserland op een lijstje te schrijven. Wat ik allemaal moest doen als ik terug was. Ik wilde even dingen gaan kopen. En vooral een oogpotlood. Uiteindelijk heb ik er 3 gekocht, maar oké. Ik wilde er gewoon 1. Omdat ik wilde uitproberen. Ik wilde een oogpotlood uitproberen. Dus ik ging naar de Kruidvat en dacht... Oh ja, het is 1 plus 1 gratis. En toen heb ik wel wat dingetjes gekocht eigenlijk. Maar ik ben niet alleen naar de Kruidvat geweest. Ik ben ook naar de Action geweest. En daar heb ik hele leuke dingen gekocht. Dus laat ik daarmee beginnen. Goed, allereerst deze mand. Hier heb ik de bon. Oh, ik ben 2 keer naar de Action geweest vandaag. Ik ben ook 2 keer naar de Kruidvat geweest. Waarom doe ik dan niet alles in 1 keer? Ik weet het niet. Waarom heb ik nergens mee die bon? Oh, dan moet ik het aan mijn hoofd doen. Maar dat kan ik toch helemaal niet. Ik ga het gewoon proberen. Deze mand, ik vond hem super leuk. Ze hadden hem ook in het groenachtig. En in het rozeachtig. Maar ik vond wit het leukst. Dus ik heb het wit gekocht en ik vind die driehoekjes, ik vind deze stijl vind ik zo leuk. Dat industriële, hoe heet dat? Industriële, waarom kan dit? Ha! Goed. Die stijl vind ik super leuk. Dus ik heb deze mand gekocht en deze kostte €2,30. Bij de Action gekocht. Deze. Dit is ook van het industrieachtige. Nee. Ik weet gewoon niet hoe die stijl heet. Maar je weet vast wel wat ik bedoel. En deze. Dat is zo'n lijstje. Met glas aan de binnenkant. En op dat glas zit dan een veertje. En normaal is het alleen maar een veertje. Zeg maar. Een echt veertje. Maar hier kan je zelfs de megapixels op tellen. Dus, maar goed, vanaf ver af zie je dat niet. Dus ik vond hem gewoon heel erg leuk. Dus die ga ik straks even ophangen. En deze was €2,30. Dan heb ik nog wat voor mijn kamer gekocht. Waarom is dit er nou weer af? Goed. Als derde... heb ik deze. En het is een soort van vaas. Het is gewoon een vaas. Maar ik ga er een kaars in doen. Omdat ik dat leuk vind. En ik vind het heel erg leuk dat dit zo onderkant een andere kleur is. Dat is een beetje grijsgroenig. En dit is niet spierwit. Maar het is een beetje crème wittig. Ik weet niet of je dat nu goed kan zien. Dus ja. En deze was €1. Dan heb ik een oogpotlood gekocht. En deze is Bold Color Automatic Pencil Long Lasting Zwart. Waterproof. En volgens mij zijn deze best wel goed. Ik vind de Action Make-up eigenlijk heel erg goed. Behalve de mascara. Maar ik vind hem heel erg goed. Dus deze was ook €1. Geloof ik. Of 90 cent. Zo vervelend dat ik dat bonnetje niet heb. En dan heb ik nog als laatste... 2 washi tapes. Deze zijn heel dun. En deze zijn gewoon normaal. En ik ben verslaafd aan washi tape kopen. Ik heb een video erover gemaakt over washi tape. Dus ga die ook zeker kijken. En deze kosten per stuk 80 cent. Of 70 cent. Ik word echt... Ik weet het gewoon niet. Bij de Kruidvat. Daar hadden ze dus 1 plus 1 gratis op de make-up. Dus ik heb wel even een beetje... Ik heb niet heel veel gekocht hoor. Maar ik heb wel een beetje gekocht.
zeg maar, ik had niet al het geld van de wereld, dus ik moest een beetje minimalistisch zijn. Hoe kon ik aan het woord? Het staat echt nergens op. Allereerst een vel, want die had ik gewoon nodig. En ik heb wel van die kartonnen veldjes en die stomme vijlen. Maar die vind ik allemaal verschrikkelijk. En ik wil gewoon zo'n vel. En dit is... Saffler. Dit is een Saffler. Saffler? Saffier. Dit is een Saffier nagelvel. Staat erop. Dus, ja, en deze was 20% korting. En normaal was hij 1,80. En ik ga even niet rekenen. Maar met 20% korting. Dan de 1 plus 1 make-up. Make-up. En, heb ik weer het verkeerde bonnetje. Deze. Goed, allereerst heb ik deze nagellak gekocht. Ik heb hem nu ook op. Ik vind hem heel erg mooi. Mijn handen lijken er echt bruin door. En ik vind het heel erg... Ja, ik vind het gewoon heel erg mooi. Ik hou wel van dat nude. Ik hou niet van die kleur. Ja, ik hou wel een beetje van kleur. Maar niet heel erg of zo. Jawel, ik hou wel van kleur. Maar oké. Ik vind dit ook heel erg mooi. Zwart of nude vind ik echt heel erg... Dat vind ik een van de mooiste dingen. Of van het hemelsblauw. En deze was... 2,50. Maar het was dus 1 plus 1 make-up. 1 plus 1. Gratis. Dus ik heb deze gekocht. Ook van New York City en NYC heb ik deze mascara gekocht. En dit is de Big Curl NYC Big Bold Curl. En ik stond in het kruid en ik ging even een review opzoeken en zo. Even kijken hoor. Ja, het is dus echt een ziek groot borsteltje. Het lijkt meer op een rups of zo. Zo'n harige rups. Maar oké. Ze vonden hem goed. Vera Camilla dus. Of was het nou? Ik weet niet meer wie het was. Beauty Lab geloof ik. Maar oké. En deze was normaal 4,30 €. Maar ik had natuurlijk 1 plus 1 gratis. Dus dat is super chill. Can you please explain why I'm acting out my brain? Oh, I've never been like this. Voor de rest heb ik nog deze gekocht. Frame for Fame. En dit zijn single lashes. En ik vind dat super mooi. Van die gewoon een paar plukjes nepwimpers ertussen. 3 ongeveer. En tussen je eigen wimpers. En dat geeft zo'n mooi effect. Ik denk dat ik daar misschien ook nog een keer een video over ga maken. Ik weet dat als ik video's aankondig, dat ik ze nooit ga maken. Maar heel misschien komt die ooit op mijn kanaal. Misschien over een jaar. Maar in ieder geval, deze vond ik heel erg mooi. En deze was ook nog eens 50% korting. Omdat hij uit het assortiment dus gaat. En deze was normaal 1 euro. Nee, deze was normaal 3,60 €. En nu 1,80 € geloof ik. Dat goed? Ik geloof het. Dus, en er zit lijm bij als het goed is. Dus ja, nou... Ja, er zit lijm bij. Dus deze. Ook van Essence heb ik deze gekocht. Deze was ook 50% korting. En dit is het All About Chocolate Eyeshadow Palet. En ja, ik draag nooit echt oogschaduw. Maar ik vind het toch wel mooi om zulke kleurtjes te hebben. Omdat ze gewoon heel neutraal zijn. Dus je kan er altijd wel wat moois van maken. En ik denk dat ik het best wel een keer ga gebruiken ofzo. En zoveel paletjes heb ik nou ook nog niet. Eigenlijk wel, maar oké. En ja, ik vond hem heel erg mooi. En normaal was deze... Of deze... Oh, volgens mij waren deze... Normaal 2,60 €. En nu dus 1,30 €. En deze was 3,60 €. En nu dus 1,80 €. Dus, deze dus. Die was dus ook 50% korting. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Voor de rest heb ik nog een oogpotlood van Essence gekocht. En dit is een 01 Black Coil Pencil. Zie je, ik begon best wel hyper. Niet heel erg, maar een beetje. En nu begin ik steeds meer in te kakken, omdat ik gewoon moe aan het worden ben. Omdat ik zoveel energie heb verbruikt. Lekker slim weer, maar oké. En deze heb ik voor mijn moeder gekocht, omdat zij... slijppotlood die heel erg fijn vindt. Maar ik hou er dus totaal niet van. Maar deze heb ik dus voor mijn moeder gekocht. En die was 1 euro. Ik heb deze gekocht.
En deze is van Catrice. De Matte Stay Inside Eye. Dus als het goed is, is hij heel erg goed blijvend zittend, zeg maar. En dat is deze. En die kan je dus draaien. En ik vind dat super fijn. Van die draaipenseel of potloodjes. En deze was... Staat dat er nou weer niet bij? Nee, staat er niet bij. Ik kan het niet vinden. Dus ja, ik volgens mij was deze iets van 1,50 of zo. Of 1,30. Of 2 euro of zo. Maar goed, alles was 1 plus 1 gratis. Dus dat was uiteindelijk heel goedkoop. Ik denk dat ik niet een video over die lashes ga maken. Maar over deze 3 potloodjes. Review van deze 3 potloodjes. Welke ik het fijnst vind. Goed, heel erg bedankt voor het kijken. En vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer ook. Zou ik ook heel erg leuk vinden. Het is allemaal gratis. Dus ja, wij Hollanders houden van gratis. Dus we kunnen gewoon alles doen wat wij willen als het gratis is. Oké. Ik begin maar van een dwaalspoor af te raken. Oh. Ik heb echt slaap nodig. Ik weet echt niet gewoon meer wat ik zeg. Het is ook avond. Het is helemaal niet zo laat. Het is echt 9:30 of zo. Maar goed. Ja, goed. Heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. En... ja, doei. Doei. Yeah, you're an act of God.